Oh, dit is echt niet leuk, hè. Dit is eng. En na die 7 dagen, dan ga je. Ja, ik kijk maar vast achter je, want ik. Oké, Jeffrey, jij bent hier animatiecoördinator. Ja, dat klopt. Iedereen die ik spreek hier op die camping heeft het over deze legendarische spooktocht. Ja. Nou, we proberen hier wel echt alles uit de kast te trekken om zo goed mogelijk te maken, ja. Ik heb echt helemaal niks voor spooktocht, helemaal niets. Als ik op de kermis in een spookhuis, daar ga ik echt nooit in. Ik vind het verschrikkelijk. Ja, vast naar huis, dat moet je natuurlijk gewoon doen. Dat is natuurlijk altijd leuk om iemand die toch bekend is te laten schrikken en dan even goed de stuip op het lijf te jagen. Stel nou dat je het heel eng vindt onderweg. Ja. We hebben een fluitje voor je. Oh, dan mag ik fluiten. Ja, en als we je kwijt zijn ook. En dan vinden jullie mij ook. Dat hoop ik. Nou, dat vind ik wel heel bijzonder al dit. Die ga ik zeker gebruiken hoor, die ga je vaak horen. Nou, het zou mooi zijn als je levend terugkomt. En mocht ik halverwege weg zijn, dan... Naar links. Oh. Moet we daar naartoe, die lamp? Hey Bas. Hey. Wolf kent Bas. Hey Wolf, hoe is het? Hoe is het? De groeten, daar fluit ik hem gewoon af hoor, dan ben ik weg. Ben je verzekerd even die camera? Doe even normaal man! Flikker op joh! Gek! Tot dan, ga je maar. Doe eens normaal, joh! Gek, joh! Doe even normaal, man! Je bent er! Hier doet die lamp is echt niks aan. Ga weg, joh, gek! Wat op, joh, gek! Kun je geen andere hobby vinden? Doe je dit echt? Vind je dit echt leuk? Gek joh! Knettergek hier! Verdomme! Ik vind het echt niet meer leuk. Wat een rottocht, of niet? Ja, ik vind het verschrikkelijk. Dat is echt niet normaal, joh. Overal kwamen ze vandaan. Ik heb geen stem meer over. Ik kan echt niet meer praten van dat geschreeuw. En jij bent normaal, die dapper. Ja, maar ik loop... Jij zou voorop lopen. Ja, maar ik durf dat op een gegeven moment gewoon niet meer. Oh, man. Biertje? Biertje. Biertje, kom. Top.